En Sven, wat zijn de verwachtingen voor vandaag? Velen bestempelen jou als schaduwfavoriet. Goh, verwachtingen. Ik heb niet iets vooropgesteld waar ik mee aan wil voldoen. Maar ik wil er wel een goede wedstrijd trainen natuurlijk. Het zijn omstandigheden die toch wel een beetje meezitten voor mij. Het is een parcours die mij ook aanspreekt. Dus ik ben uiteraard wel gemotiveerd om hier een mooie koers van te maken. En hoe voelen de benen na de opwarming? Goh, vrij goed. Al is dat natuurlijk wel niet echt de referentie, maar het voelt allemaal goed aan. Dus ja, nu hopen dat het tussen 3 en 4 ook goed zit. In welke mate zal de bandenkeuze een rol spelen vandaag? De bandenkeuze op zich zal niet echt zo belangrijk zijn, denk ik. Ik denk dat het eerder de druk van de tubes is die zal belangrijk zijn. Het beetje zoeken van de juiste druk zal toch wel meespelen of het net wel of net iets minder gaat gaan schuiven. Dus dat zal wel belangrijk zijn. Met wat ga jij rijden van tubes? Ik rijd gewoon griffeltuben, 34 breed. Dus, dat is een tube die ik in deze omstandigheden altijd gebruik, waar ik me het best mee voel. Nu, volgende maand hebben wij het WK in Tabor, in dezelfde weersomstandigheden. Zie jij daar ook nog bepaalde mogelijkheden voor een podium? Maar ik probeer eerst deze wedstrijd zo goed mogelijk af te werken en dan zien we wel. We zullen wel de balans opmaken na vandaag. Om af te sluiten, nog een pronostiek voor vandaag? Goh, pronostiek. Ik denk dat Nijs toch wel met overwinning gaat gaan lopen. En dat er daarachter toch wel een aantal kanshebbers zijn voor het podium aan te vullen. Dus het kunnen gerust 4, 5 renners zijn.